Beste mensen, partijgenoten. Ja, we zijn hier bij elkaar voor de presentatie van het nieuwe verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren. En dat gebeurt in het Vondelpark, waar elk jaar 10 miljoen mensen met elkaar de zon of de verkoeling en rust opzoeken. omdat ze het stenen tijdperk van de projectontwikkelaars even zat zijn. En dat geldt ook voor de Partij voor de Dieren. Wij presenteren vandaag. Plan B met meer dan 550 maatregelen voor een Nederland waarin mensen en dieren zich thuis kunnen voelen. En we zenden deze bijeenkomst live, live uit op Facebook, zodat iedereen er ook bij kan zijn. En de Partij voor de Dieren heeft de grootste Facebook-aanhang van alle Nederlandse politieke partijen. En dat is bijzonder, omdat steeds meer mensen de politiek de rug toekeren. En het leek ons daarom ook logisch dat jullie als eerste ons verkiezingsprogramma gepresenteerd krijgen. Het is nu bijna tien jaar geleden dat we in de Tweede Kamer gekozen werden. En afgelopen vrijdag bestond onze partij veertien jaar. Ach, 28 oktober. Ja. 28 oktober 2002 zijn we opgericht als uh, reactie op het One. Issue denken van de traditionele politieke partijen. Al die partijen staan voor een deelbelang van de mens. Een partij voor de rijken, een partij voor de armen, een partij voor christenen, een partij voor de humanisten en ga zo maar door. Bij allemaal staat de mens centraal, met name de korte termijnbelangen van de westerse mens en zijn geld. De Partij voor de Dieren is de eerste politieke partij ter wereld die de planeet centraal stelt en de belangen van al zijn bewoners, mens en dier. En toen wij de Partij voor de Dieren oprichtten, reageerden veel mensen met ongeloof en zelfs afgrijzen. Hoe kunnen mensen een Partij voor de Dieren oprichten terwijl er kinderen in Afrika sterven van de honger, terwijl er oorlogen woeden? Vluchtelingenstromen op gang komen, grondstoffen opraken, het klimaat verandert. Oftewel, hoe kun je zo'n partij oprichten terwijl er zoveel mensenproblemen zijn? Is een partij voor de dieren dan niet het toppunt van decadentie? Een vorm van uh, soortverraad? Een partij die dieren belangrijker maakt dan mensen? Ik heb toen tegen iedereen die zulke vragen stelde gezegd. Dat de problemen van dieren nauw samenhangen met de problemen die mensen over zichzelf afroepen. Dat de genoemde problemen niet losgezien kunnen worden van elkaar. Omdat mensen en dieren samenleven op een kleine planeet die vooral uit evenwicht wordt gebracht door wat mensen zowel elkaar als de dieren aandoen. De aarde biedt genoeg voor ieders behoeften, maar niet voor ieders behebzucht. De grootste uitdaging van dit moment is de aarde leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Een aarde met schoon lucht, schoon water, soortenrijkdom, een vruchtbare bodem en leven in harmonie met alle andere bewoners van deze planeet. En we voelen allemaal dat de wereld waarin we leven in rap tempo aan het veranderen is. Leonardo DiCaprio kwam deze week met zijn klimaatfilm Before the Flood, die de onhoudbaarheid van het fossiele denken laat zien. En DiCaprio roept op om in verzet te komen tegen het denken dat er geen alternatief zou zijn om eigen keuzes te maken. Er is geen reden om bij de pakken neer te gaan, uh, gaan zitten. Elke grote verandering in de geschiedenis is begonnen met een kleine groep betrokken mensen. Een kleine groep die niet alleen vond dat het uh, anders moest, maar dat er ook actief aan gewerkt moest worden. Willen is kunnen in een democratie. Niet alleen je vinger opsteken, maar samen een vuist maken. En de Partij voor de Dieren is de enige politieke partij met oplossingen voor een compleet andere samenleving. Een samenleving waarin mensen aandacht hebben voor elkaar, met zorg voor de kwetsbaarste. Met goed onderwijs en zinvol werk voor iedereen. Een samenleving waar de mensen de moed hebben om de veranderingen te bewerkstelligen die daarvoor nodig zijn. Er is behoefte aan een plan B, omdat er simpelweg geen planeet B is. En het conceptprogramma dat we vandaag presenteren heet Plan B, is Plan B. En geen symptoombestrijding, geen oplossingen die over tientallen jaren pas enig effect moeten hebben, geen compromissen. Wel idealen die haalbaar en betaalbaar zijn. En wij zijn overtuigd dat het kan. Het traditionele denken gaat er nog steeds van uit dat er eerst geld verdiend moet worden en dat daarna pas aandacht gegeven kan worden aan milieu, mensenrechten, dierenrechten, natuur. Kortom, alles wat het leven echt de moeite waard maakt. Wij denken daar anders over. Idealisme is het nieuwe realisme. Generaties lang stond kinderen een betere toekomst te wachten dan hun ouders hadden. Tot onze generatie. Wij zijn de eerste die ons zorgen maken over de vraag of onze kinderen het wel beter krijgen dan wij. Wij lijken de eerste generatie te zijn die geconfronteerd wordt met nauwelijks beheersbare veranderingen die alles van ons zullen vragen om de aarde leefbaar te houden. En natuurlijk zijn veel mensen gevoelig voor de onrealistische belofte dat alles via economische groei of groene groei, zoals sommige partijen dat noemen, dat dat allemaal wel weer goed zal komen. De troonrede zat vol met zulke beloftes. Er wordt gezegd dat om de crisis te besweren de productie en de consumptie moeten groeien. Koop die auto. Koop die nieuwe iPhone. Of consumenten daar nou op zitten te wachten of niet. De traditionele politiek probeert zo in feite mensen wijs te maken dat de economische crisis zou zijn ontstaan door tijdelijke schaarste aan producten en diensten. Maar niets is minder waar. Wij leven in een tijd waarin we in met steeds minder menskracht. Alles kunnen produceren en organiseren wat we nodig hebben. En zelfs meer dan dat. En dat is in feite goed nieuws. Het biedt namelijk een geweldige kans om meer tijd aan andere dingen te besteden. Zoals zorg voor elkaar, voor de dieren, voor de natuur. persoonlijke ontwikkeling, kunst, ondernemingszin. De dingen die, ik zei het al, het leven werkelijk de moeite waard maken. Maar het gek is, de wijze waarop we de economie nu hebben georganiseerd. Maakt zo'n ontwikkeling feitelijk onmogelijk. Mensen moeten in deze samenleving alleen maar meer en tot hogere leeftijd werken in plaats van minder. En er is nu zelfs armoede onder werkenden en ZZP'ers in Nederland. En jonge mensen krijgen heel moeilijk een vast contract en gaan van flexcontract naar flexcontract. Arbeid blijft uiterst kostbaar door hoge belastingen, terwijl die arbeid in overvloed aanwezig is. Er zijn ontzettend veel mensen die willen en kunnen werken. Grondstoffen daarentegen zijn door subsidies en belastingvrijstellingen spotgoedkoop, terwijl ze schaars en in veel gevallen oneindig zijn. Veel mensen, jongeren met name, verzetten zich tegen de traditionele politiek. Fossiele politici voeren de wereld van crisis naar crisis zonder te denken aan de gevolgen voor toekomstige generaties. De demonstraties tegen vrijhandelsverdragen zoals TTIP en CETA zijn massaal en hebben ertoe geleid dat de EU en de VS TTIP in de ijskast hebben gezet. Zo is het. Ja. Ze zeggen wel dat het te maken heeft met dat onderhandelingen vastgelopen zijn, maar het heeft te maken met dat er steeds meer verzet is vanuit mensen dat we dit niet willen. Wij hebben planeetbrede antwoorden nodig, nodig voor de uitdaging van nu. Geen planeetbrede vrijhandel. Dit is ons planeet B. Een blauwdruk voor nieuwe oplossingen. Oplossingen waar we allemaal aan bij kunnen dragen. Elke dag weer, bij alles wat we, wat we kunnen doen. We zullen het anders moeten gaan organiseren en dat kan ook. We zouden geen belasting op arbeid moeten heffen, maar op het gebruik van grondstoffen. Met name op die niet duurzame grondstoffen. Duurzame producten worden zo goedkoper en voor vervuilende producten betalen we meer. Het wordt daardoor mogelijk om verloren werkgelegenheid die naar lage lonen is verplaatst, om die terug te winnen denk aan textielsector of andere maak- en vooral ook herstelindustrieën. Op alle terreinen komt meer werk omdat arbeid vanwege een lage belasting veel goedkoper wordt. En we kunnen onze tijd en energie en creativiteit aanwenden om al onze activiteiten en producten dan ook te gaan vergroenen met slimme innovaties ten dienste van duurzaamheid in dienst van elkaar. En er zijn ook andere oplossingen als we de akkers waar we veevoer op verbouwen voor de bio-industrie, voor de vleesindustrie, als we die gaan gebruiken voor voedsel, direct voor de mens, dan kunnen we met diezelfde akkers in de wereld drie keer zoveel mensen voeden als nu. En zelfs akkers teruggeven aan de natuur. En als we onze gebouwen benutten om energie op te wekken in plaats van energie te verspillen, maakt dat natuurlijk een wereld van verschil. En als we het gebruik van dieren voor vermaak en voor voedsel en kleding en experimenten terugdringen en beëindigen, dan krijgen we een samenleving waar niet enkel de belangen van de mens centraal staan, maar die van alle levende wezens. Het leven zal betekenisvoller, meer ontspannen en solidair worden, met meer zekerheden, mededogen en duurzaamheid. De aarde krijgt de kans om zich te herstellen en de samenleving wordt duurzaam. Een duurzame samenleving waarin je je thuis kunt voelen. En dat is mogelijk wanneer we ons niet meer eenzijdig focussen op de groei van het bruto binnenlands product, het BBP, als maatstaf voor onze welvaart. Laten we ophouden met het blind staren op de eenzijdige groeimodellen van het Centraal Planbureau. We zullen ons veel meer moeten laten leiden door graadmeters als de mate van veiligheid in onze samenleving, gemeenschapszin, gezondheid van mens en dier, het welzijn, de natuur en natuurlijk onze ecologische voetafdruk. We maken ons allemaal grote zorgen over het groeiend aantal conflicten in de wereld. Miljoenen mensen vluchten van huis en haard. En de conflicten worden veelal verergerd door water- en voedseltekorten en door klimaatverandering. En we kunnen onze wereld veilig, veiliger en vreedzamer maken als we durven te kijken naar ons eigen aandeel in het ontstaan van die conflicten. Denk aan onze verspilling van hulpbronnen als fossiele brandstoffen, zoet water en fosfaat. Maar ook natuurlijk onze agressieve exportstrategie die ten koste gaat van lokale economieën in arme landen. En niet te vergeten onze wapenindustrie, waar we een van de grootste in zijn, die de conflicten alleen maar verergert. De bestrijding van honger en armoede in de wereld begint bij een eerlijke verdeling van alles wat de aarde te bieden heeft. Volgens een representatieve peiling overweegt 19% van de kiezers op de Partij voor de Dieren te stemmen. Dat staat gelijk aan 27 zetels. 27 zetels. Nou, die kiezers gaan misschien niet allemaal tegelijk op onze partij stemmen. Maar een groeiend aantal kiezers heeft de Partij voor de Dieren ontdekt en kiest ook voor ons. En dat is geweldig. Het zorgt ervoor dat we kans maken om de doorslaggevende stem te worden in de Nederlandse politiek. Want het ziet er naar nou uit dat na de verkiezingen geen links- of rechtskabinet gevormd zou kunnen worden. Maar dat er een soort van regenboogcoalitie komt van partijen met verschillende achtergronden. En in die situatie kan de Partij voor de Dieren de doorslaggevende factor worden. Maar niet op basis van koehandel of uitruil van idealen. Je werkt namelijk alleen samen als je op belangrijke thema's gedeelde waarden hebt. Niet zoveel water bij de wijn doen dat er geen wijn meer overblijft. Weg met dat compromisme. Door vast te houden aan onze idealen kunnen we Nederland een geheel ander aanzien geven. Een land waarin mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid centraal zullen staan. Ons programma is bedoeld om kennis te maken met de planeetbrede visie van de Partij voor de Dieren. Ons plan B is niet duur in termen van geld, maar vereist wel de moed. Van voldoende dappere burgers om een tijd te keren. Op 15 maart 2017. Ik zou iedereen willen oproepen: hou vast aan je idealen en kom in verzet.